uit een bundel brieven aan het meisje Nelly W. Brieven! Brief. Dus, geen poëzie, niks te lachen. Vanuit Berlijn. Hoe begin je een nieuwjaarsbrief? Natuurlijk kan ik vragen of je ook vuurwerk hebt afgestoken, je rolstoel tegelijkertijd met de klapmeters naar achteren of dat je in je bed bedolven onder een sterrenwegen. Maar ik vertel je hoe ik zit in een café, tevens eetgelegenheid boven een prachtige boekhandel, wat ik zie, hoe de mensen eruit zien en dat terwijl het nieuwe jaar nog een dag moet wachten. Een groot schilderij, misschien wel 150 bij 150 centimeter. De beeltenis een man met een bril. Hij kijkt niet makkelijk, niet aangenaam, maar wel zo indringend dat je zelf ook moet kijken. Ik sta op, loop naar het naamkaartje, naast het schilderij lees Menno ter Braak. Natuurlijk ook moet ik je vertellen over die tuttige mevrouw met zo'n keurige man, 60 jaar oud. Ook zij en hij ambtenaar, wel to do en dat stralen ze uit. Veel leuker is het gezelschap vrouwen voor me. Zeker diegene met de rode kledij. Geen 18 meer, maar graag had ik aan dat tafeltje aangeschoven. Ik zou er niet weg te branden zijn. Maar ja, Hanna. Dus vertel ik maar over de tafel schuin tegenover ons. Twee boys, zoals het hoort, met korte baard, goed geknipt. Als ik het wel heb, noem je dit hipsters. Maar één ding is duidelijk. Echte boys. Wat die andere jongen aan dat tafeltje deed, en hij hoorde toch echt bij het gezelschap. En als je zegt, een boerenzoon, een dagje in de grote stad, dan geloof ik je graag. Maar dat meisje dan, jong, dat naast hem zit en werkelijk uitgesproken leuk jong. Misschien is brutaal niet het juiste woord, maar welke relatie heeft zij dan met die wat saaiere jongen? En dan komt, je zult het geloven of niet, onze minister-president. Op sneakers, zoen de boys, het meisje en ook die leuke 35-jarige vrouw die is binnengekomen, aangeschoven en het jonge meisje blijkbaar goed kent. Maar onze minister-president, waarom heb ik toch geen fototoestel? Hij, zoals we hem kennen, is de grote regelaar, de verteller naar wie geluisterd wordt. Over dit alles moet ik je vertellen, terwijl twee keurige dames rechtsachter aan een tafel aan hun glas snippen. Nu, 2 januari, het oude jaar is met veel knallen uitgewuifd. Ik mag het van Hanna niet zeggen, maar volgens mij komt al dat knallen door de grote hoeveelheid aanwezige vluchtelingen. Je begrijpt, uit Syrië, die hier in Berlijn aanwezig en thuis al dat vuurwerk zo gewend zijn. Dit alles mag ik van Hanna niet zeggen. Als ik terug ben, zie ik je gauw weer. Nou Jan, volgens mij kunnen